En als hij dat een persoonlijke aanval vindt, voorzitter, heeft hij volkomen gelijk. Ja. Nee. Ja, maar ik doe eens normaal, man. Wat acht. Ja, doe eens normaal, man. Dat is ja. Lekker zelf normaal. Wat kost dat nou, zo'n flink stuk space cake? Maar ik zou het ook graag willen hebben over wat 10 jaar Rutte nu voor Nederland heeft betekend. En u heeft daar, meneer de minister-president, pardon, in 10 jaar tijd een gigantische puinhoop van gemaakt. Meneer Wilders, een punt van orde, dacht ik. Nou ja, punt van orde. Ja, want de heer Asscher is aan de beurt. Ja, maar meneer Asscher vindt het volgens mij goed dat ik een zinnetje hierover zeg. Is dat zo? Ja? Eén zin dus. Eén zin? Oké, okay. De heer Wilders. Met een paar komma's. Voorzitter, ik hoorde premier Rutte net even in een bijzinnetje zeggen en partijen als de PVV die hun verantwoordelijkheid niet wilden nemen. Ik dacht, het moet toch niet veel gekker worden als er één partij is die niet alleen de verkiezingen heeft gewonnen en dolgraag aan die onderhandelingstafel had willen zitten, dan is het de PVV wel. Wie is de partij nou geweest die de democratie een schop heeft gegeven, onze kiezer een klap in het gezicht heeft gegeven en heeft gezegd, je hebt wel gewonnen en je hebt wel 20 zetels, maar je mag van ons niet meedoen. Degene die de democratie om zeep heeft geholpen, dat bent u, niet wij. Nou, voorzitter, het is prachtig als een partij zegt, ik wil deelnemen aan de regering. En dat heeft de heer Wilders inderdaad gezegd. Dat klopt. Gewoon toegegeven, daar heeft hij absoluut gelijk in. Maar dan is er volgens wel de vraag, met wat voor standpunten, met wat soort opvattingen komt zo'n partij aan tafel? En als een partij dan hele bevolkingsgroepen wegzet, op geen enkele manier bereid is te komen tot reële oplossingen voor de problemen van vandaag, en alles zoekt in platte retoriek, dan moet zo'n partij die zegt ik wil regeren niet verbaasd zijn als dan vervolgens de conclusie is, die partij wil helemaal niet regeren, die wil vooral worden afgewezen. Die heer Wilders is wat dat betreft een beetje een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden en daarom ook zichzelf zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet. Hoe weet u dat van vrouwen, de heer Wilders? En als hij dat een persoonlijke aanval vindt, voorzitter, heeft hij volkomen gelijk. Ja. Nee. De heer Wilders. Zeker, voorzitter, alleen, ja, wie zegt het? Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad. Ah, oh, 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 oh. Ook waar, ja. Dat ze dat niet weten. De heer Asscher. De heer Asscher. Nederlanders verdienen een premier die Nederlanders weer op één zet. Die Nederlanders eerst op zijn voorhoofd heeft staan. Weg van de middelmatigheid. Op naar een prachtige toekomst voor ons mooie land. Dus, en ik zeg het in alle vriendelijkheid, ga wat anders doen, meneer Rutte. Maak een mooie wereldreis. Zoek een leuke vriendin. Koop een hond. Ga golven. U mag kiezen. U mag het ook allemaal doen. Doe wat u leuk vindt. En ik meen het oprecht. Ik gun u dat van harte. Maar laat alsjeblieft Nederland een keer met rust. Laat Nederland een keer met rust. In 2016, sorry gezegd van mijn belofte over die 1000 euro. Dat was een fout. Hij wil namelijk nu proberen toch die belofte in te lossen door het restant aan ABN AMRO aan de burger te geven. Dat zou eenmalig zijn. Dat zou eenmalig 1000 euro zijn. Dan zou ik terecht volgend jaar de heer Wilders hier zien staan en zeggen, ja, dat is structureel beloofd. Dus dat is geen verstandige oplossing voor een fout van mij. De heer Wilders. Voorzitter, mensen zouden geweldig blij zijn met 1000 euro eenmalig. Wat zegt u nou, als de mensen thuis mogen kiezen tussen 1000 euro eenmalig of niets, doe dan maar niets. Denkt u dat de mensen thuis dat gaan zeggen? Natuurlijk zeggen ze dat niet. Ze zeggen van, nou geweldig, nou jammer dat je, ja, niet, heeft hij jammer ja, dat je het niet structureel doet, oké, maar toch een aardige man die Rutte, want dan geven we in ieder geval die 1000 euro terug. Dus daar heeft hij een punt, daar heeft hij een punt. We gaan er nog eens over denken. Ja. Maar ja, ik denk wel, ja, dat de heer Wilders hier zou treffen een jaar later, je zou het structureel doen. En dat heb je nou niet gedaan. Motie nummer 7. Die is gericht aan de premier, toch? Ja, maar. Van de, ja, heer Wilders. Ja. Verzoek de premier, dat is waar. Ja. Ja. Nou, ik geef graag het woord aan de minister. Nee, dan geef ik het woord aan de premier. Ja, voorzitter, de vorm die de heer Wilders heeft gevonden voor deze motie, die ontroert mij. Omdat hij inderdaad aangrijpt bij onze samenwerking. In de tijd dat wij beide deel uitmaakten van de fractie van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En ik daar leek het begin 2003... een tijdje deel zou gaan uitmaken van de fractie en hij mij leerde hoe je moties moest indienen en debatten moest aanvragen.
Dat je eigenlijk helemaal niet hoeft te schrijven. De Kamer gehoord de beraadslaging en gaat over tot de orde van de dag. Dat ik allemaal kunt weglaten. En dat het ook papier en daarmee energiebesparend zou zijn. En het, ja, het, de treurigheid vanavond is te moeten vaststellen dat de heer Wilders niet aan die adviezen houdt. Door de Kamer gehoord de beraadslaging gaat over tot de orde van de dag toch om op de motie te zetten. Ik betreur dat en ik moet het ook om die reden. Anders zou ik de motie natuurlijk kunnen overnemen. Maar om die reden de motie ontraden. Want in een debat over klimaat is dit natuurlijk een afval. Dank u wel. De heer Wilders. Voorzitter, ik wil de motie graag aanpassen. gehoord de beraadslaging en gaat over van de orde tot de dag haal ik weg. En ik verwacht dan dat hij het haalt. Dank u wel. Ja, voorzitter, dat is een kuil. Hij zou mij uitgelegd hebben dat zo'n antwoord onverstandig was van mijn kant. Ik moet helaas toch mijn advies staan. Ik wil wel van dit moment gebruik maken, voorzitter, om een ander punt van de PVV te benoemen, wat hier een tijdje geleden het vraaguurtje aan de orde is geweest. En toen heeft PVV'er Raymond de Roon gezegd dat over Erdogan dat hij een islamitische aap is. En ik wil hier nog wel even, nou als dat niet zo is wil ik dat graag rechtgezet hebben, maar ik wil daar, als dat wel zo is, in de meest felle termen afstand van nemen. Maar als ik dat verkeerd citeer, dan hoor ik het graag. Meneer Wilders. Ja, voorzitter, ik hou de minister-president net een uitspraak voor en dan zegt hij, ik reageer niet voordat ik hem gezien heb. En nu reageert hij op iets wat hij inderdaad niet gezien kan hebben. Het was Pechtold die zei een islamitische aap. Het was mijn collega die zei, daar komt de islamitische aap uit de mouw. En hij heet inderdaad. Maar dat is dus, nou, dat is dat toch zo? Dat is dus de beeldspraak. Ja, wat ach. Ja, wat, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Zo, jongen. En voorzitter, ja, lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja, meneer Wilders. Nee, doet u je kunt normaal. Toch niet praten over doe de premier. Normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap. Dat is toch een idiote uitspraak. Is gezegd. Dan, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, meneer Wilders. Ik ben hier volkomen rustig. Maar dit is gezegd heeft. Meneer Wilders en minister-president. Ik heb, ben op dit moment bij brief 120. Dat is ook een hele hoop menskracht. En voor de mensen die ze schrijven, buitengewoon teleurstellend dat het parlement zich op deze manier uit. En ik zou nou heel graag willen dat u alle twee probeert op een behoorlijke manier met elkaar van gedachten te wisselen, ideeën uit te wisselen, oplossingen uit te wisselen en niet op deze manier elkaar toe te spreken. Alsjeblieft. Het woord is aan de minister-president. Voorzitter. Ik ben in overtuiging, en volgens mij heeft de heer Wilders net bevestigd, dat de heer de Roon het gezegd dat de premier van Turkije een islamitische aap is. Als dat niet zo is, wil ik graag dat hij dat nu ontkent. Maar zo is het in de media gekomen, zoals hij gezegd in het vragenuurtje. En ik neem daarmee de meest felle termen afstand van. Zo kunnen we niet praten over de minister-president van een bevriend land. Voorzitter, zo is het niet gezegd. Er is gezegd, daar komt de islamitische aap uit de mouw en hij heet de heer Erdogan. En dat is dus niet het noemen van een aap. Dat is een zeker verschil. Het ene is een uitdrukking, de ander is een directe kwalificatie. Ik blijf erbij dat dat niet zo is gezegd, dat die minister-president de heer de Roon echt onrecht doet als hij hem dat in de... ik geloof de heer de Roon als hij tegen mij zegt hoe hij het heeft gezegd. En hij zat er zelf bij. Goed. Maar voorzitter, mijn vraag... Is gemaakt nu de reactie van de minister-president. Op dat punt, ik vind ook de uitspraak, daar komt de islamitische aap uit de mouw en die heet Erdogan, vind ik net zo erg. Eerlijk gezegd. Dus voorzitter, ik handhaaf mijn opmerking. Ik neem er in de meest felle bewoording afstand van. Ja, nou, dan handhaaf ik mijn opmerking dat ik die opmerking van de heer de Roon ten volle ondersteun. Voorzitter, dan nu even mijn vraag terug naar meneer, de inhoud. We gaan eerst dit punt even afmaken, want de heer Van Haarsma-Buma wil erop reageren. Ja, voorzitter, want één ding wil ik hier wel zeggen. U sprak de heren aan dat zij niet zo moeten debatteren. Maar ik hoop niet dat u daar de minister-president mee bedoelde. Want dat was wel degelijk de heer Wilders die hier begon met een tekst die in dit huis absoluut niet thuis hoort. Daar heeft u gelijk in. Daar heeft u gelijk in. En wat ik bedoelde, dat wil ik dan wel graag uitleggen, is het feit dat men elkaar in de reden viel. Maar ik hoop dat u dat ook begrijpt. Nou, u begrijpt het blijkbaar niet. Ik heb het goed bedoeld. En ik hoop dat minister-president van mij dat aanneemt. Meneer Cohen. Voorzitter, laat ik op dit punt dan ook vaststellen dat zo'n opmerking van de heer Wilders en het feit dat hij daaraan vasthoudt, dat ook onmiddellijk weer het kabinet raakt. Meneer Wilders. Nou, voorzitter, volgens mij Meneer Roemer wil dit punt aanvullen. Voorzitter, ik heb een vraag aan de minister-president. De heer Wilders gedoogt dit kabinet, zei gisteren. Ik wil graag van de minister-president het antwoord. Hoe lang gedoogt dit kabinet de heer Wilders?
Ja, voorzitter, ik heb al gezegd, daar kom ik aan het eind van mijn beantwoording op zijn vraag van de heer Roemer. Hier bij Turkije heb ik het punt gemaakt dat ik de uitspraak die gedaan is door de heer De Roon, ook met het zo geamendeerd door de heer Wilders, en ik neem meteen aan dat hij het zo gezegd heeft als de heer Wilders heeft gezegd, dat ik die met de meest felle termen verwerp. Meneer Wilders, een volgend punt. Het punt blijft dat wij vinden dat Turkije zo smoedig mogelijk als een haas de NAVO zou moeten verlaten. Turkije heeft nog net niet Israël de oorlog verklaard, maar de premier Erdogan heeft zich op een vergelijkbare manier uitgelaten ten aanzien van Israël. Oorlogstaal uitgesproken. En dan kan het zo zijn dat hij daarmee doorgaat, dat het geen retoriek is en dat Israël zich genoodzaakt zou voelen om op te treden. Dan zouden wij, maar ik hoorde van de minister-president als ik het verkeerd begrijp, op grond van het NAVO-verdrag gehouden zijn om Turkije te steunen. Dat kan nooit de bedoeling zijn en daarom zou Turkije, inclusief Erdogan, als een haas uit de NAVO moeten worden geknikkerd. Ja, voorzitter, ik heb al gezegd dat wij ons zorgen maken over de oplopende schermutselingen, in taal althans, tussen Israël en Turkije. En dat is ook aangekaart door minister Rosenthal bij zijn Turkse ambtgenoot. Dus die zorg delen wij. Maar het is echt een nucleaire optie om te zeggen. En dat betekent dus dat Turkije uit de NAVO moet worden gezet. Wij volgen deze situatie heel nauwgezet. Maar dat is echt een overreactie. Meneer Wilders. Ja, voorzitter. Ik zou eigenlijk een heel eenvoudige vraag aan de minister-president willen stellen. En dat is, wat kost dat nou zo'n flink stuk space cake? Nou, meneer Wilders, als ik zo uw haar zie, weet u er meer van dan ik. Maar vertelt u. Die was heel leuk. Vond ik ook. Die was echt heel leuk. Maar ik herhaal mijn vraag. Wat kost dat nou, zo'n stuk spacecake? Echt, u moet bij de heer Pechtold zijn, want die hoort tot een sociaal-liberale. Dus die weet altijd de currentprijs van softdrugs. Nou, voorzitter, meneer Wilders, als de heer Rutte geen spacecake of geen paddo heeft gegeten, dan is die op zijn minst toch totaal wereldvreemd. Want hoe kan hij... Hoe kan hij de mensen in het land oproepen om een nieuwe auto te kopen, om een nieuw huis te kopen, terwijl hij tegelijkertijd de belastingen voor die burgers met miljarden verhoogt, terwijl deze minister-president ervoor heeft gezorgd dat de BTW omhoog is gegaan, dat het eigen risico in de zorg is gestegen, dat er aan de hypotheekrenteaftrek is gemold, dat alle belastingen tot leidingwater aan toe omhoog zijn gegaan. Als deze minister-president dan zegt, mensen, ik pak u het geld, ik klop u het geld uit de portemonnee, maar koop vooral een nieuw huis en koop vooral een nieuwe auto, dan is die wereld vreemd en dan weet hij niet wat er bij de gewone mensen in dat land aan de hand is. Voorzitter, ik had juist verwacht dat de heer Wilders het sociaal akkoord zou prijzen, omdat er geen belastingverhoging in zit, maar 250 miljoen belastingverlaging. Meneer Wilders. Dat is dan niet het begin van een antwoord op mijn vraag. Ik verwacht het complimentje, voorzitter, want een sociaal akkoord waarin geen belastingverhoging zit, maar een kwart miljard belastingverlaging. We hebben geluisterd naar de heer Wilders. Ik had verwacht op steun. Wat deze minister-president had moeten doen, mevrouw de voorzitter, is de belastingen verlagen, de lastenverzwaringen, die 9 miljard lastenverzwaringen, die terugdraaien. Dat had u moeten doen. Dat is wat de Nederlandse economie nu nodig heeft, namelijk belastingverlichting. Dat is ook waar vroeger, mevrouw de voorzitter, de VVD voor stond. En ik zei het al eerder tegen uw collega Zijlstra, de VVD is de weg totaal kwijt. U bent blij met een sociaal akkoord wat de lasten niet verlicht, wat de lastenverzwaringen gewoon door laat gaan. En u roept, alsof iemand inderdaad die spacecake heeft gegeten, roept u, mensen koop een huis, mensen koop een auto. Ik zal u wat zeggen, minister-president. Wij zijn als PVV het land in gegaan. Wij zijn op verzetstoer gegaan. Wij zijn... Ja, lacht u daarom? Vindt u dat grappig? Nee. Wij gaan het land in. Wij gaan naar de mensen toe. Wij gaan nu zaterdag naar Volendam. We zijn in Spijkenisse, in Roermond, in Almere geweest. En allemaal die mensen daar, die zeggen, meneer Rutte is wereldvreemd. Hij weet niet wat er speelt. Hij klopt ons het geld uit de zak en hij zegt dat we een auto moeten kopen. Meneer Rutte, u zou eens uit dat torentje moeten komen en naar de gewone mensen moeten gaan. U kunt niet van ze vragen om tienduizenden euro's uit te geven, honderdduizenden euro's uit te geven en nieuwe huizen en nieuwe auto's, als u ze vervolgens miljarden uit de portemonnee voorzitter, pikt. Voorzitter, gaat hij wel eens ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in al die gemeenten? Voorzitter, ik krijg geen begin van een antwoord. Nee, dat ga ik u zo geven, maar ik heb een tussenvraag. U gaat al die gemeenten af. Krijgen de mensen de kans om u te stemmen?
Dat ik wil antwoord op mijn vraag. U kunt er omheen draaien wat u wil. Jammer. Ik wil antwoord op mijn vraag. En mijn vraag is dat u de mensen... Ik wil het nog graag een keer herhalen, mevrouw de voorzitter. Dat u de mensen in het land voor de gek houdt. U houdt de mensen voor de gek. U zegt, koop een nieuwe auto. Koop een nieuw huis. En ondertussen pakt u de mensen iedere week opnieuw geld uit hun portemonnee. Als ze boodschappen gaan doen, is de BTW omhoog. Als ze naar de dokter gaan, hebben ze een hoger eigen risico. Als ze een huis willen kopen, rommelt u aan de hypotheekrenteaftrek. En u kunt het nou wel afdoen als een grapje naar de PVV toe, maar u bent te laf om daar een antwoord op te geven. Ik ga u antwoord geven, maar ik had een tussenvraag die u niet beantwoord. Ik ga u antwoord geven. Precies in lijn met het eerste kabinet dat mijn naam had, heeft ook in dit kabinet is er een verhouding bij de grote bezuinigingsopgave die er ligt. In totaal gaan wij 50 miljard ombuigen in Nederland tussen 2010 en 2017. En we hanteren daar precies de verhouding die we ook in het vorige kabinet met gedoogsteun van de PVV hebben gehanteerd. Namelijk 1/3 lasten, 2/3 uitgaven. Dat doen we opnieuw. Wat we nu in het sociaal akkoord doen, is helemaal geen lastenverzwaring, 0,0. We gaan de lasten met 250 miljoen verlichten. Voorzitter, tenslotte. Tot slot. Het is wederom geen begin van een antwoord, want het kabinet blijft gewoon de burgers met 9 miljard lastenverzwaring pakken dit jaar. En wat u had moeten doen, als de VVD niet de weg kwijt was geweest, wat de minister-president en de VVD voorop had moeten doen, is miljarden snijden. Miljarden snijden op posten als subsidies, op posten als ontwikkelingshulp, op posten als Europa of geen geld meer geven aan de Grieken. Weet u nog, uw belofte vlak voor de verkiezingen die u ook heeft gebroken. En dat geld, zoals wij het doen, teruggeven aan de burger. 7,5 miljard lastenverlichting. Dan krijg je economische groei. Je krijgt geen economische groei, meneer Rutte, door ontwikkelingshulp en Europa met rust te laten om daar miljarden naartoe te geven en vervolgens de burgers het geld aan de portemonnee te kloppen. Dat doet u en dat is slecht voor de economie en geen kiezer die u meer gelooft. Voorzitter, de verhouding tussen lasten en uitgaven nogmaals is dezelfde als in het vorige kabinet. Dit kabinet gaat daarbovenop de arbeidskorting met 3 miljard verlagen. Nu in het sociaal akkoord hebben wij de mogelijkheid gecreëerd voor 250 miljoen lastenverlichting. En zo pakken wij de zaken aan en dat kreeg in het verleden ook steun van de heer Wilders. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, ik zal niet zeggen dat ik de inleidingen van de premier mis. Maar het wringt zich nu wel een beetje, want het lijkt nu in één keer een heel technisch debat te worden met percentages en weet ik wat voor allemaal ingewikkelde Engelse woorden. Maar ja, wat is er nou gebeurd? Misschien kunnen we even teruggaan en even daarboven gaan hangen, boven alle precieze cijfers en weet ik wat dan ook. En dan, wat is er nu gebeurd? Wat is gebeurd, mevrouw de voorzitter, is historisch. U heeft als VVD, premier van het kabinet, maar leider van de VVD, heeft u getekend voor een historische overdracht van geld naar Zuid- en Oost-Europa. U heeft ervoor getekend dat er 1800 miljard, waarvan 1074, wat is het, 1073 miljard aan de begroting en de rest aan giften en leningen aan landen die vaak rijker zijn dan wij dat zijn, die het geld in ieder geval niet harder nodig hebben dan wij het nodig hebben, die waar onze mensen geen cent krijgen aan een stukje serieuze koopkrachtverbetering, heeft u het geld weggegeven. Dus ga dan niet in de techniek beginnen. Leg eerst eens uit, ga eens met de billen bloot, waarom je allemaal die gekkigheid heeft gedaan. Dit is historisch wat er is gebeurd en u moet daar verantwoording afleggen. Eerst hier in het parlement, voordat u in de details verzandt. Nou, ik meende dat te doen met mijn korte introductie en ik was van plan er nog iets meer over te zeggen bij het volgende kopje. Als ik kom bij het herstelfonds, maar daartoe uitgedaagd door de heer Wilders. Ik heb gehoord dat we nu eurobonds krijgen. Ik heb gehoord dat we allerlei extra overdrachten hebben van begrotingsbevoegdheden. Dat er schuldmutualisering komt. Dat is allemaal niet waar. Dat is allemaal niet waar. Wat we nu krijgen in het kader van een zeer ernstige Europese economische crisis, waarbij een aantal landen al zeer hoog verschuldigd zijn, hoge schulden hebben, is dat we hebben gezegd, we zijn bereid eenmalig te helpen, ook met subsidies in ruil voor hervormingen. Wat zijn je twee snelste routes naar economisch herstel? Dat zijn investeringen in combinatie met hervormingen. Dus deze landen kunnen nu investeren in ruil voor hervormingen. Dat is de basale deal die gemaakt is en die vind ik zeer in het Nederlands belang, voorzitter. Omdat het ook in ons belang is dat de onbalans in de eurozone en in de Europese Unie niet verder verergert. Die moet verbeteren. En de basale belofte die achter de euro zat en achter de Europese Unie, dat je samen toegroeit naar een hoger niveau van welvaart en competitiviteit, die moet worden hersteld. Dit is een middel om dat te doen in een ernstige crisis. Dat is zeer, zeer in het Nederlands belang. De heer Wilders. Voorzitter, wat een ontzettend raar verhaal.
Deze minister-president die zei een paar weken zelfs nog voor de top dat hij geen giften wilde. Daar zag hij helemaal niets in. Je kunt het nu subsidies noemen, maar het is gewoon hetzelfde. U zag niets in giften. VVD, premier Rutte, wilde geen giften. Dat was niet in het Nederlands belang. Ik geloof dat ik interviews met u in de Financial Times tot en met één vandaag. Overal gaf u de boodschap, geen giften. En wat is het resultaat? Hoe kunnen mensen u dan nog vertrouwen? Voor zover ze u nog vertrouwen. Hoe kunnen ze u nog vertrouwen dat ze u op uw woord kunnen geloven? De mensen zien nu dat de man, mevrouw de voorzitter, die zei geen giften, dat die Italië 85 miljard geeft, dat die Spanje 71 miljard geeft, dat die Frankrijk 50 miljard geeft, dat die nota bene een land als Duitsland, het rijkste land van Europa, 47 miljard geeft, dat die Polen 27 miljard geeft, dat die de Grieken een kleine 20 miljard geeft, Portugal 13 miljard geeft. Ga maar door. Ga maar door. En dat is wat u niet wilde. En dat is ons geld. Wij staan daar voor 40 miljard, 6% van het totaal, staan wij aan de lat. En dat heeft u beloofd de kiezers niet te doen. En ik blijf erbij, mevrouw de voorzitter. Hoe kunt u nou die belangen van Nederland zo verkwanselen? Hoe kunt u nou verwachten dat Nederlanders u en de VVD nog vertrouwen? Als u zegt, ik wil geen giften, en u geeft ongeveer onze halve schatkist geeft u aan Zuid-Europa, en dat die Nederlanders, we hebben deze week nog het mondelinge vragenuur gehad, dat die Nederlanders hun huur niet meer kunnen betalen, dat die hun energierekening niet meer kunnen betalen, dat die hun eigen risico in de zorg, dat dat hun tot hier zit. Mensen zitten gewoon in de problemen en ze zien een premier die liegt, die zegt, we geven het niet en we doen het toch en die miljarden van onze begroting weggeeft. Hoe kunt u dat doen? Waarom heeft u dat gedaan? Ik heb bij het debat, voorzitter, het laatste debat voor de Europese Raad gezegd dat onze voorkeur uitgaat naar leningen en dat met ons alleen over ook giften, subsidies te praten is in ruil voor hele strikte hervormingen. Daar zijn de discussies ook over gegaan, zowel over het leningendeel als over het hervormingendeel. En bij het hervormingendeel dat daadwerkelijk landen ook naast investeren vanuit subsidies in hun economieën, dat ze zich ook verplichten om achterlopende hervormingen die ze al eerder hadden moeten doen, dat die ook daadwerkelijk gebeuren. Daar zijn ook de discussies in de Europese Raad in grote heftigheid over gegaan. En dat is ook goed en dat moet ook gebeuren. Daarmee bereik je, naar mijn overtuiging, dat je in een ernstige crisis niet alleen met leningen helpt, die natuurlijk altijd het nadeel hebben dat ze bijdragen aan een toch al hoog niveau van verschuldigd zijn van deze landen, maar dat je via een subsidie-instrument in ruil voor hervormingen er ook voor zorgt dat die landen daarnaast in staat zijn om de noodzakelijke investeringen te doen, maar wel in ruil voor de hervormingen. Volgens mij is dat een goed pakket, is dat ook zeer in het Nederlands belang. We hebben er geen belang bij dat deze landen, die voor de stabiliteit van de Unie als geheel van groot belang zijn, maar ook economisch binnen de Unie, voor ons als exportland, dat die verder verzwakken. Ik denk dus dat er een goede balans is gevonden die ik zeer verdedigbaar vind. En die ook hier besproken is in het debat voor de Europese Raad. De heer Wilders. Inderdaad, toen u de buis zag hangen en een paar dagen voor de Europese Raad, half juli, heeft u dat gezegd. Maar al die weken en maanden daarvoor was u gewoon tegen. Zit nog niet te jokken hier weer in de zaal. U was voor dat debat maanden en weken lang tegen giften. En pas op het debat in de Kamer, toen u zag van ja, potverdorie, ik heb misschien toch verkeerd gegokt en Merkel gaat toch om en Macron ook, ze gaan dadelijk toch mee met die giften, heeft u eieren voor uw geld gekozen en heeft u er een lichte draai gemaakt. Maar u was altijd tegen en het is ook helemaal niet heftig gegaan in de Europese Raad, want uiteindelijk heeft u gewoon, zoals altijd, ook bij Griekenland, getekend bij het kruisje. De grote kruis van Mark heeft gewoon getekend bij het kruisje en heeft die checks getekend. En ik had zo graag gewild dat u had gezegd nee. We doen het niet. Ik ben Mark Rutte. Ik heb altijd gezegd tegen de Nederlandse bevolking en de kiezer, wij gaan niet mee met giften of met subsidies. U heeft het toch gedaan. En Nederlanders nemen u dat kwalijk, meneer Rutte. Die hadden gewild dat u dat geld hier in onze eigen samenleving had gestopt. Het kan toch niet dat Nederlanders in de crisis nog vaak op een houtje moeten bijten, niet weten hoe ze rond moeten komen. En dat u wel de mensen in de zorg in Spanje en Frankrijk gaat spekken. Dat u de btw-verlaging in Spanje gaat mee financieren. En dat u in Italië zorgt dat de AOW-leeftijd hoger wordt. Doe dat voor onze mensen. Dit vergeven mensen u niet en dat zult u merken volgend jaar maart. Nou, voorzitter, ik ben blij dat de heer Wilders erkent dat dat gewoon hier besproken is bij het debat Europese Raad voor die laatste Europese Raad. En verder, waar het hier om gaat is misschien ook een heel fundamenteel verschil van mening over het belang van de Europese Unie voor Nederland. Die is belangrijk omdat wij een gemeenschappelijke munt hebben die Nederland veel gebracht heeft. En belangrijk voor onze export, voor onze handel. Maar hij is ook belangrijk, zeg ik tegen de heer Wilders, vanwege de
toenemende instabiliteit in de wereld. We zien op dit moment grote machtsblokken als Amerika en China die bezig zijn samen het gevecht te voeren. Waarbij een dreiging is van het loskoppelen van deze blokken van elkaar. En Sjoerdsma zei het eerder vandaag, Europa moet een speelveld. Het moet geen speelveld zijn, het moet een speler zijn. Dat kan alleen als Europa ook stabiel is. Als in Europa de op dit moment al bestaande grote instabiliteiten en verschillen tussen landen verder zouden toenemen, going forward uit deze crisis, heeft dat vergaande gevolgen. Ik vind dat hier een pakket ligt waarbij in balans tussen hervormen en investeren er een goede balans is gevonden. Die vind ik ook zeer verdedigbaar en die heb ik ook hier besproken in het debat voor de Europese Raad. En ik denk dat Nederland het met mij eens is. Dat het in het belang van Nederland is dat er een stabiele Europese Unie is. Ik stel voor dat de premier zijn inleiding kan doen zonder dat hij geïnterrumpeerd wordt en dat er daarna volop ruimte is om vragen te stellen. Punt van orde. Meneer Wilders. Voorzitter, als ik spreek, dan heb ik ook niet 10 minuten dat ik niet geïnterrumpeerd word. Ik wil de minister-president gewoon kunnen interrumperen. Geen enkel voorrecht voor die man. Ik wil hem kunnen interrumperen. Er zijn 7 blokjes. U krijgt volle de ruimte om te interrumperen. De premier wil heel eventjes een inleiding houden. Ik zie daar geen probleem in. En ik wel. Ik ga het zo doen. Nou, voorzitter, dan wil ik beginnen met een interruptie. Voordat hij begint. U kunt een punt van orde maken. Nee, ik wil een interruptie plegen aan de minister-president. Meneer Wilders, ik stel voor dat we gewoon beginnen. Maar dan wil ik wel een... Voorzitter, dit is gewoon een kamerdebat. Het dat kan is niet het zo van. Zijn. Het is niet zijn medespeech. Nee. Hij mag gewoon... Ik mag gewoon interrumperen. Ik zie niet in waarom ik niet 10 minuten mijn mond zou moeten houden. We staan hier om met elkaar te debatteren. En ik wil de minister-president kunnen interrumperen. U kunt hem interrumperen. Maar ik vind het wel... de minister-president heeft gisteren hier 12 uur lang in de zaal gezeten. Heeft geluisterd. Ik wil heel even een paar korte zinnen zeggen. 3 minuten hoorde ik hem zojuist zeggen. Okay. En die gelegenheid ga ik hem gewoon bieden. Ik stel voor dat we gewoon gaan beginnen. Ik geef het woord aan de minister-president. Ja, eigenlijk een paar zinnen, juist ook richting de Kamer, mijn erkentelijkheid uit te spreken over wat er gisteren zo naar voren is gebracht. Meteen ook in de richting van de heer Wilders te zeggen dat wat ik nu mogelijk inhoudelijk meld ook later terugkomt in alle beantwoordingen op de vragen. Dus ik zou het debat met de heer Wilders niet willen ontlopen. Integendeel, daar verheug ik me altijd zeer op. Maar het leek mij goed om iets van een context te schetsen aan het begin van het debat. Nogmaals, voorzitter, ik wil de heer Wilders en de andere fractievoorzitters zeer bedanken voor hun bijdrage gisteren. Mevrouw de voorzitter, gisteren in 1 dag kwamen 700 asielzoekers Nederland binnen. Dat zijn er 250.000 per jaar. Als ze allemaal een partner meenemen, dan zijn dat 500.000 mensen per jaar. Dat kan Nederland niet aan. Dan kunnen we niet wachten op een Europese kletstop volgende week. En ik vraag deze minister-president. U vertegenwoordigt met uw coalitie, ongeveer in alle peilingen, nog maar 30 zetels. Dat is 20% van het electoraat. 20% van het electoraat. En ik vind dat u zo'n belangrijke beslissingen, het vervangen van het Nederlandse volk, het open grenzenbeleid, de asieltsunami van islamitische mensen die ons land overspoelen, dat kunt u niet nemen. Die beslissingen kan u niet nemen met maar 20% vertegenwoordigers van het volk. Dus, ik zou u willen vragen, wees een democraat en leg deze beslissing aan het Nederlandse volk voor. Neem ontslag. Schrijf verkiezingen uit en maak dit de inzet van de verkiezingen. Maak er een groot referendum van. Laat die Nederlandse kiezer beslissen of u gelijk heeft met uw open grenzenbeleid of dat de PVV misschien meer steun heeft met te zeggen, we moeten niet wachten, we moeten nu de grenzen sluiten. We kunnen het niet aan. U mag die beslissingen niet nemen met slechts 30%, 30 zetels in deze Kamer. Voorzitter, eerst over die verkiezingen. Dat betekent dat de politiek, als ik dat zou doen, de komende 4 maanden in te midden van een buitengewoon belangrijk vraagstuk vleugellam is. Dat ga ik niet doen. Ik sta hier om problemen op te lossen en niet om, als het moeilijk wordt, de benen te nemen. Dat laat ik een ander over.
Ik probeer problemen op te lossen. Dat is één. Ten tweede, ik ben het inhoudelijk op een aantal punten. Meneer Wils, ik ga proberen uw vraag te beantwoorden. Geef er even de kans voor. Ten tweede, ik ben het op een aantal punten met de analyse van de heer Wils natuurlijk eens. Hij bracht vorige week het belangrijke punt naar voren van het asielshoppen in Europa. Dat mensen zeggen, ik reis door naar Zweden of naar Duitsland, terwijl ik eigenlijk ook opvang kan krijgen in het land waar ik ben binnengekomen. Een van de voorstellen van het kabinet is om ook te zeggen tegen asielzoekers die wel zich terecht melden in Europa, Europa bepaalt in welk land je terechtkomt. Daarmee voorkom je dat asielshoppen. Dat is een van de voorstellen van de coalitie. Ik ben het ook met de heer Wils eens, voorzitter, dat, en met de heer Roemer, ik heb dat net gezegd, er terechte zorgen leven bij mensen. Maar nu komt het punt waar wij verschillen, de heer Wilders en ik. En dat geraakt eigenlijk ook aan dat gekke voorstel van die verkiezingen en de komende 4 maanden tegen de politiek zeggen, laat het maar lopen, we gaan naar de kiezen, we doen helemaal niets meer. Dat zegt hij eigenlijk. Ik wil dit probleem zo goed mogelijk en op een verstandige en fatsoenlijke manier in goede banen leiden. Zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. En meneer Wilders, wij moeten eerlijk zijn naar onze kiezers, naar de Nederlandse bevolking. Dit is een ingewikkeld vraagstuk. Dat kun je alleen in zijn compleetheid oplossen. Zowel voor de korte termijn als voor de langere termijn. Hier zijn geen simpele oplossingen. En als u dat voorspiegelt, dan is dat onterecht. En dan tot slot, voorzitter. Ik hoor de heer Wils nou dagenlang praten over een islamitische tsunami, over testosteronbommen. Ik vind het echt verschrikkelijke termen. Die dragen niets bij, maar dan ook helemaal niets bij aan deze oplossing die we moeten zoeken met elkaar. En daarmee staat hij eigenlijk met lege handen. En ik zou het goed vinden als dat vandaag ook duidelijk wordt. Meneer Wilders. Ja, mevrouw de voorzitter, we hebben niks aan analyses. We hebben helemaal niets aan analyses. De Nederlandse bevolking schreeuwt nu om een oplossing. En we kunnen niet 700 asielzoekers per dag aan. Die grenzen die moeten dicht. We kunnen niet wachten tot u iets in goede banen leidt. Tot nu toe maakt u er alleen maar een enorme puinhoop van. Iedere dag komen er meer asielzoekers binnen. En mevrouw de voorzitter, deze minister-president is het contact met de werkelijkheid kwijt. U leeft in een sprookjeswereld. U bent alleen nog maar omringd door klappende socialisten en andere dwaallichten. Dat zijn de mensen die u steunen. En meneer de minister-president, Nederland wil uw beleid niet meer. Nederland zegt nee tegen 500.000 asielzoekers die ons land gaan overstromen. Nederland wil dat niet meer. En wat ik ga doen, mevrouw de voorzitter, wat de PVV gaat doen, is om de mensen op te roepen om in verzet te komen. Om in verzet te komen tegen de premier die eigenlijk nog alleen maar op papier de premier van Nederland is. Want u bent de premier van Nederland niet meer, meneer Rutte. 20% van de mensen ondersteunen u nog maar. De rest wil uw beleid niet meer. En wij zullen de straten van Nederland, de gemeentehuizen van Nederland, zullen wij gaan vullen om te demonstreren tegen uw beleid. Net zolang totdat u weg bent of dat de asielinstroom stopt. Ja, voorzitter, eerst over die droomwereld. Ik heb gelezen dat de favoriete attractie van de heer Wilders mooie pretpark ook weer? De Efteling. De droomvlucht is. Daar schijnt hij graag naartoe te gaan. Dus wie leeft hier in een droomwereld? Twee, hij stelt hier verkiezingen voor. Hij zegt daarmee, de komende 4 maanden leggen wij de politiek plat. Kunnen we met elkaar niets meer doen. Ik vind dat volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoordelijk. Wij lopen hier niet weg voor deze problemen. En drie, dit kabinet zorgt ervoor dat we deze vraagstukken in goede banen leiden. Het is niet mogelijk om hier vandaag of morgen alle problemen op te lossen. We moeten voor de korte termijn en voor de iets langere termijn ervoor zorgen dat we dit probleem het hoofd bieden. Dat doet deze coalitie, daar werken we aan met breed draagvlak in deze Kamer. En het geeft geen pas om de indruk te wekken dat hier met een simpele pennenstreek of even met een simpel voorstel dit hele probleem zou zijn op te lossen. Dat is echt illusiepolitiek, mevrouw de voorzitter. Brede steun in deze Kamer. Deze Kamer vertegenwoordigt het Nederlandse volk niet meer. Ben niet blind. Luister. Kijk in de Nederlandse samenleving. Er worden mensen overvallen met asielzoekerscentra van 3000 per dag. De gemeenteraden worden niet eens meer geïnformeerd. Nederland wil dit niet, meneer de minister-president. En als u dat niet ziet, dan bent u half blind. Word wakker. Word wakker en hou op met die onzin dat er een oplossing komt. Mevrouw de voorzitter, de enige oplossing die op dit moment zoden aan de dijk zal zetten, is het sluiten van de grenzen. Want ik kan het niet genoeg herhalen. 700 asielzoekers per dag. 700 per dag. Toen wij hier vorige week met elkaar het debat voeren, toen spraken we over 1800 asielzoekers per week. Inmiddels zijn het er
1000 per week. 5000 per week. Dat is niet te betalen. Ons volk wordt vervangen. Meneer Rutte, als u alleen maar kan praten over goede banen leiden en Europese toppen, dan moet u naar huis gaan. Dan moet u opstappen. Het Nederlandse volk verdient beter dan zo'n premier. Voorzitter, ik heb groot vertrouwen. Ik heb groot vertrouwen in het Nederlandse volk. Ik heb groot vertrouwen in het Nederlandse volk. En zij weten heel goed, als er complexe problemen zijn, dat dat vraagt om een openbaar bestuur, om politici die op basis van een verstandige analyse van de problemen tot verstandige en fatsoenlijke oplossingen komen. En dat is wat wij doen. En wat de heer Wilders hier voorlegt, is echt illusiepolitiek. Hij had ook gisteren dat interruptiedebat met de heer Zijlstra over het sluiten van de grenzen. Dat is een instrument wat we inderdaad hebben. En dat heeft de heer Zijlstra ook bevestigd. Dat instrument is er. Hij heeft er ook op gewezen terecht dat daarmee die grenzen nog steeds poreus blijven en je nooit kunt garanderen dat mensen over landweggetjes en andere mogelijkheden dat land nog binnenkomen. Dus dat is onvoldoende. Je zult dus tegelijkertijd ervoor moeten zorgen dat je in het Midden-Oosten, in de regio, zorgt voor fatsoenlijke opvang. En daarom heb je die geïntegreerde aanpak nodig. Je hebt alle instrumenten hiervoor nodig. En wat de heer Wilders nu doet, is naar de Nederlandse bevolking de indruk wekken, en dat is ten onrechte, en dat zal ik hier ook met hand en tand bestrijden, dat beeld, dat hier even met een simpele oplossing, met één maatregel, het probleem is op te lossen. Dat is niet zo. En het meest tragische is, want ik ken de heer Wilders heel goed, hij weet dat zelf als geen ander. En dat maakt het eigenlijk alleen maar erger. Voorzitter, afgelopen zondag zei de heer Griebes, chef van de intensive care afdeling van het VU Medisch Centrum, dat het merendeel van de coronapatiënten op de intensive care afdelingen van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, maar ook steden als Gouda en Dordrecht, niet westerse allochtonen zijn. Mensen die, zo zei hij, de Nederlandse taal niet machtig zijn. Waarom is dat onder het tapijt gemoffeld? Wat is de oorzaak daarvan? Is het omdat ze de regels niet kennen of niet lezen of daar lak aan hebben? Of is het omdat er niet is gehandhaafd? De heer Wilders. Ja, voorzitter, om te beginnen excuses aan de professor, want ik heb hem inderdaad Griebes genoemd de hele dag, maar de goede man heet natuurlijk Gerbus. Dus als die luistert, ik weet überhaupt niet of die blij met mij is, maar in ieder geval de naam had ik beter moeten uitspreken. Als het gaat, mevrouw de voorzitter, om, kijk, ik heb natuurlijk voorbeelden genoemd, van Poelenburg tot moskeeën, van bruiloften, Marokkaanse bruiloften in Roosendaal of Tilburg, waar was het, zonder beboet te worden, dat het in ieder geval ook te maken heeft met het niet naleven van de regels. Niet-westerse allochtonen die zelf hebben aangegeven, ik denk dat ik 20 voorbeelden heb gegeven in mijn termijn, dat ze ook eigenlijk lak hadden aan die regels. Dus ik zeg niet dat dat de enige reden is, ik zeg wel dat dat een reden is. En dan noemt die minister-president allemaal redenen, behalve die reden die men zelf ook vaak aangeeft, dat men gewoon lak heeft aan die regels. En als Erdogan wat zegt in Turkije, dat ze het dan wel doen, maar als premier Rutte het zegt, dat ze het dan niet doen. Dat ze een bruiloft vieren, maar niet beboet worden. Dus is de minister-president met me eens, want dat maakt wel degelijk wat uit, dat het ook een reden is dat ze gewoon lak hebben aan onze regels, omdat ze daar gewoon zich niet aan willen houden. Maar dat is op basis van één Turk in Zaanstad, komt hij daarmee. Want die heeft gezegd, ik luister wel naar Erdogan en niet naar Rutte. Dat is toch wel een heel zwakte. Heb ik nog een sterkere onderbouwing met mijn meer anekdotische vermoeden dat mensen met een laag inkomen een hoog risico besmetting lopen. Dit is wel wetenschappelijk, professor Gerbers is nu wel helemaal, denk ik, afgehaakt. Ga serieus. Want dit is wetenschappelijk wel heel zwak onderbouw. Ik maak hem even af. Je moet wel serieus. Ik dacht dat ik nog met de antwoording bezig was. Dan ga ik toch even door. Ja? Kijk, het punt hier is, als er verhalen zijn natuurlijk van mensen die zeggen, joh, ik lap die regels allemaal laars en ik organiseer dit, dat of zus of zo op een veel grotere schaal, dan mag, is dat per definitie verkeerd. Elk individueel voorbeeld is daarvan verkeerd. Maar die voorbeelden zijn er helaas in Nederland nogal op grote schaal. Daarom is het een van de redenen waarom het niet goed gaat. Een grote groep studenten die in het park in Leiden, genoemd naar de burgemeester uit de tijd van het Leids Ontzet, hoe heet hij ook weer, in dat park bij elkaar kwamen na de sluitingstijd. En daar door de burgemeester uiteindelijk uit moesten worden gehaald. Moest handhaven op, daar hoor je niet met zo'n grote groep bij elkaar te komen. Alle verhalen die we zien van het weekend weer, dat in een tunneltje wat niet gebruikt werd een groot feest werd voorbereid, waarbij niemand van plan was zich aan de 1,5 meter te houden. Het verhaal uit Limburg van iemand die 10 meter valt in een verschrikkelijk ongeluk, maar wel bezig was om blijkbaar iets voor te bereiden. Een festiviteit waarbij de 1,5 meter heel kwestieus werd. Dat waren allemaal geen voorbeelden van allochtonen. Dus er zijn heel veel voorbeelden waarbij helaas mensen zich niet houden aan, uh,
aan de regels. Ja. En dat wordt gelukkig ook veel harder. Het feit dat al die verhalen nu naar buiten komen, betekent dus ook dat die handhaving nu gelukkig toeneemt. En dat moet ook. Dus elk voorbeeld is er één te veel. Maar als Wilders dan komt met 10 voorbeelden uit een groep van niet-westerse immigranten, of mensen met een niet-westerse originele achtergrond, waarschijnlijk al lang Nederlander, en daarom ook niet geregistreerd als zodanig. Maar die kunnen er best zijn, maar daar kan ik dan ook weer zoveel voorbeelden naast zetten. Dus waar kun je daar nou uit afleiden dat de niet-westerse migranten dat deel van onze samenleving hiervoor nou verantwoordelijk is? Ik denk wel dat mensen met een lager inkomen een groter risico lopen. Ik vermoed dat dat zo is. Mevrouw de voorzitter, ze liggen in meerderheid op de intensive care in de grote steden, in Amsterdam, in Rotterdam, in Den Haag, in Utrecht, in Dordrecht, in Gouda. Daar liggen mensen van niet-westerse afkomst op de intensive care. En ik heb niet één, leuk grapje van u, ik heb 10, ik heb 20 voorbeelden genoemd. Ik heb voorbeelden genoemd van huisartsen, ik heb voorbeelden genoemd van hoogleraren, ik heb voorbeelden genoemd uit de krant, niet zomaar iets. Daar is een duidelijke correlatie. Mensen die zeggen, ik heb lak aan onze regel. Dat is niet één Turk in Poelenburg, in Zaandam, dat is een heel Nederland dat gebeurt. En u kunt niet wegkijken voor die correlatie die er bestaat. En mevrouw de voorzitter, het is goedkoop dat die minister-president ongeveer iedereen in Nederland die zich niet aan de regels is aanspreekt. Of het nou de jongeren zijn, of het nou de studenten zijn, of het nou de horeca is. Als je een voetbalsupporter bent, wat zegt de premier dan? Hou je bek of iets dergelijks. Dan is hij heel flink, hè? Dan durft hij die voetbalsupporters keihard aan te pakken en zelfs toe te schelden. Maar als het gaat om die niet-westerse allochtonen, die daar op die intensive care liggen, die vervolgens wel, en nogmaals, ik hoop dat die mensen snel beter worden, begrijp me niet verkeerd, maar die er in overmate liggen en die ervoor zorgen dat de reguliere zorg van gewone Nederlanders, dat die vertraagd wordt. En dan in één keer is er geen grote mond, zoals wel naar de voetbalsupporters, maar dan is het van, het is de lage status en ze hebben een goedkope, of ze hebben werk wat slecht betaald en misschien een huis met te veel tocht. Wees net zo flink voor die niet-westerse allochtonen als dat je bent voor de voetbalsupporters. Voorzitter, ik heb eerder al gezegd dat ik mij kon vinden in de woorden van de heer Klaver dat het niet zoveel zin heeft om bepaalde groepen de schuld te geven. En toen ik mij wat lomp uitliet over voetbalsupporters, heb ik later ook gezegd, ja, ik vind wel, ook voetbalsupporters moeten zich aan de regels houden, maar ik had me zo niet moeten uitdrukken. En het is waar dat iedereen in Nederland die uiteindelijk zegt, ik vind aanleiding in wat dan ook om me niet te houden aan de gedragsregels, bijvoorbeeld de 1,5 meter, dat die een fout maakt en een risico neemt met ons allemaal. Dat mogen we in algemene zin benoemen. En de hele optelsom van maatregelen en gedrag en handhaving is onvoldoende, waardoor de aantallen te snel oplopen en we deze gedeeltelijke lockdown nodig hebben. En de voorbeelden die de heer Wilders noemt over, wat was het, trouwerijen en andere dingen waar de aantallen te hoog waren en mensen zeiden, we hebben lak aan die regels, die zijn allemaal stuk voor stuk verkeerd. Maar hij trekt er een conclusie uit. Hij zegt, daarmee is het dus vooral een probleem van wat hij dan noemt allochtonen, of niet netjes Nederlanders. Het zijn waarschijnlijk over al mensen inmiddels met een Nederlands paspoort. Waarschijnlijk derde, vierde generatie Turken of Marokkanen die al lang helemaal in Nederland wonen. En wat ik zeg is, ik kan dat niet uit de cijfers halen dat dat in die mate het geval is. Ik vermoed wel dat mensen met een lager inkomen door het type banen wat zij soms hebben en het risico op in grotere groepen samenwerken, dat de besmettingsrisico's daar groter zijn. Daar is absoluut aanleiding voor dat aan te nemen. Maar ik vind het zo, ik snap niet wat het nou oplost om te zeggen dat Nederlanders met een oorspronkelijk misschien Marokkaanse of Turkse achtergrond nu op grond van 10 voorbeelden van de heer Wilders ineens oververtegenwoordigd zijn, wat we niet zeker weten en wat dat dan verder toevoegt aan dit debat. Moeten we ze dan weghouden van die intensive care? Mogen ze er niet op? Wat is dan zijn conclusie? Meneer Wilders. Mevrouw de voorzitter, wat niet eens zeker is, dat zegt verdorie een hoogleraar. Dat zegt niet Geert Wilders. Ga nou niet in twijfel trekken wat de heer Gerbes zegt, hoofd van de IC van een ziekenhuis, academisch ziekenhuis in Amsterdam, die zijn collega's in 4, 5 andere plaatsen heeft gebeld. Het zijn de feiten, meneer de premier. Het zijn de feiten. En wat ik wil, is dat u de feiten erkent. Stap 1, erken het. Stap 2, als u het erkent, zoek naar oorzaken. En kijk niet alleen maar naar hun woning of hun werk, kijk ook naar hun gedrag. En ik heb u voorbeelden genoemd, te over, dat dat ook te maken heeft met lak hebben aan onze regels. Spreek ze daarop aan, net zoals u de voetbalsupporters wel het lef heeft om ze aan te spreken. Handhaaf het, gericht. Ga gericht ervoor zorgen als in 2 oktober 180 mensen tegen de regels in de Marokkaanse bruiloft vieren en niet bestraft worden. Het heeft allemaal in de krant gestaan. Een grote schande, gewoon niet bestraft worden. Zorg ervoor dat ze wel bestraft worden. Dat zijn hele concrete dingen. Benoem het, erken het. Ga daarmee aan de slag en zorg dat u ze aanspreekt en moet ze als ze fout gaan. Dat is toch niet te veel gevraagd? Elk voorbeeld wat Wilders hier kan noemen, voorzitter, waarbij mensen zich niet aan de regels hebben gehouden, met of zonder een klassiek Nederlandse of een niet-westerse achtergrond, vind ik fout.
En spreek ik aan op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we ons met z'n allen aan de regels houden. Want we kunnen alleen met ons collectieve gedrag deze epidemiologische crisis bestrijden. Dat is de enige manier. Er is geen andere manier. We kunnen niet onderhandelen met het virus. We kunnen er eindeloos over delibereren. Maar uiteindelijk is de enige manier ons collectieve gedrag. En maatregelen, handhaving, communicatie kunnen allemaal bijdragen aan het collectieve gedrag. Dus ieder voorbeeld wat de heer Wilders kan aanreiken, wat inderdaad bewezen is, dat vind ik fout. En ik zal die mensen dan ook via Wilders erop aanspreken. Hij doet alleen iets anders. Hij zegt, één heb ik nu meneer Geerbus die zegt in Amsterdam. Lijken er veel mensen te zijn met een etnische achtergrond of een niet-westerse achtergrond. Twee, ik heb zelf uit de krant 10 voorbeelden van waarbij mensen met een niet-westerse achtergrond. Dus is de conclusie dat op dit moment Nederlanders, dit zijn waarschijnlijk allemaal Nederlanders, hebben waarschijnlijk een langer Nederlands paspoort, dat die andere Nederlanders nu weghouden van de intensive care. En dan is mijn vraag, hoe kan hij die conclusie trekken? Maar belangrijker nog, wat is dan de relevantie verder van die conclusie? Anders dan dat ik ook die mensen, ongeacht hun afkomst, uit alle voorbeelden van Wilders aanspreek op hun gedrag. Daar heeft hij gelijk in. Mevrouw de voorzitter, ten slotte. U moet de mensen met hun afkomst, de niet-westerse allochtonen, want zij zitten nu in meerderheid op de IC's. En u moet net zoals u de voetbalsupporters aanspreekt, moet u aanspreken. Jongens, jullie natuurlijk niet de mensen die op de IC liggen, maar de niet-westerse allochtonen die oververtegenwoordigd zijn. Dat is onacceptabel met jullie gedrag. En u heeft de blauwdruk, meneer de minister-president, heeft u voor deze situatie zelf gecreëerd. U heeft de zorg afgebroken. Onder uw bewind 10 jaar lang zijn er 750.000 niet-westerse allochtonen Nederland binnengekomen. U heeft samen met de heer Asscher ervoor gezorgd dat er geen integratiebeleid is in Nederland. Dat als je niet naar de regels houdt, dat je gewoon mag blijven. Als je naar een Marokkaanse bruiloft gaat met 180 man, dat je gewoon niet beboet wordt. Ze komen ermee weg. En ik zeg tegen u, kom op voor die gewone Nederlander die het niet voor niks krijgt. Die wordt weggedrukt met zijn zorg omdat de niet-westerse allochtonen zich niet aan de regels houden. Kom daarvoor op. En wees een keer een vent. Nu ben ik aan de beurt. Wees een keer een vent en ga niet alleen die supporters aanpakken die zich misdragen, maar ook die niet-westerse allochtonen. Dat zijn de feiten. U loopt ervoor weg en dat is laf. How low can you go? Eerst even over de zorgcijfers. Tijdens deze kabinetsperiode stijgen de zorguitgaven netto met 13 miljard. Met 13 miljard. Van 62 naar 75 miljard. Dus hoezo zijn we aan de zuinigen op de zorg? Wat een onzin. Nog een keer. Er is nu één professor in Amsterdam die zegt, ik stel vast dat mensen met een niet-westerse achtergrond, dat die vaak liggen op de IC in Amsterdam. Wat doet Wilders? Die zegt, dat is dus een nationaal beeld. Twee, zegt Wilders, ik haal uit de krant 10 voorbeelden, waaruit blijkt dat mensen met een... Dat mensen met een niet-westerse achtergrond blijken oververtegenwoordigd te zijn. In een aantal incidenten. En wat doet Wilders? Die zegt, 1 en 1 is dus 2. Dus zijn al die mensen, niet alleen op de IC in Amsterdam, maar dat is dus een nationaal beeld nu ineens geworden door de heer Wilders. En dat zijn dus allemaal mensen oververtegenwoordigd niet-westers. En die hebben dus allemaal zich niet aan de regels gehouden. Die conclusie kun je niet trekken. Als hij vervolgens tegen mij zegt, elk voorbeeld wat hij mij kan geven, niet-westers, westers, jong, oud, maakt me niet uit, van mensen die zich niet aan de regels houden, dat vind ik verkeerd. Die zal ik daar graag op aanspreken, zonder dat het nu zin heeft om hier de hele avond met vingers te gaan zitten wijzen wie er nou schuld heeft aan de oplopende cijfers. Maar dat helpt natuurlijk niet als mensen dat doen. Daar heeft hij gelijk in. Maar maak nou deze ongemakkelijke koppeling, want dat is toch niet fair naar die mensen. En ik zou nu eigenlijk nog een keer een poging willen doen om de premier te overtuigen, gewoon naar een voorbeeld van wat mensen thuis meemaken, om het eigen risico af te schaffen. Het eigen risico in de zorg, wat heel veel mensen moeilijk kunnen betalen. Ik heb hier een mail voor me, ik zal de naam van de mevrouw niet noemen, maar die zegt, hij is vanmorgen binnengekomen. Ik ben een vrouw van 47 jaar, ik heb clusterhoofdpijn, ik heb een spierziekte. Ik heb een tijdje op straat moeten wonen omdat er geen woning is. Gelukkig hebben mensen me geholpen. En ja, ik geloof dat mevrouw schrijft, ik leef nu van €40 per week. En als je leeft, je bent ziek en je leeft van €40 per week, en dat komt helaas voor, dan is een eigen risico van, wat is het, maximaal €385 per jaar. En als je met z'n tweeën bent en je hebt weinig geld, is dat €770 per jaar. Ja, dat red je niet. Dat trek je niet. En dat gaat dan niet over 0,1% of 2% of 2,1%. Dat zijn gewoon mensen die ziek zijn, die normaal zorg zouden mijden. Maar als je hoofdpijn hebt, als je spierziektes hebt, dan kan je ook geen zorg mijden. Nee. Dus wat is nou het antwoord aan deze mevrouw, die ook heeft gehoord dat ze er in koopkracht op vooruit zou gaan? En wat moet u nou tegen die mevrouw vertellen? Ja, nogmaals, over de koopkracht hebben we natuurlijk uitvoerig gesproken. Dat zijn modellen. En uiteindelijk wat wij kunnen doen hier, Wilders en ik, voorzitter, meneer Wilders en ik, is
zorgen dat er parlementaire meerderheden ontstaan om de belastingen te verlagen. Maar als ik het zo hoor en hoeveel ze per week overhoudt, gaat haar dat natuurlijk nauwelijks helpen. Het eigen risico is er niet om dat we daar lol in hebben met elkaar. Dat is er om uiteindelijk een balans te vinden tussen hoe hou je alle kosten in de gezondheidszorg enigszins in controle en zorg je ervoor dat het bereikbaar blijft voor iedereen. Daarom is er ook de zorgtoeslag, die in belangrijke mate natuurlijk helpt met, voor mensen met een laag inkomen, met de financiering bijvoorbeeld van de ziektekostenpremie. Maar ik realiseer me heel goed dat natuurlijk het geheel van de kosten van de gezondheidszorg, de optelsom van zorgtoeslag, maar ook premie toch nog natuurlijk, en ook het eigen risico, dat dat voor deze mensen natuurlijk heel, heel pittig is. Ik kan dat hier niet weghalen. Wij moeten uiteindelijk in het geheel kijken hoe we dat doen. Maar het is niet mogelijk om de vele miljarden nu vrij te maken om ineens te zeggen, we gaan de hele zorgtoeslag weghalen. De heer Wilders. Maar, mevrouw de voorzitter, ik ben het met het antwoord in macrotermen technisch gezien niet eens, maar dit zijn echte mensen. Dit zijn gewoon echte mensen. En die zijn vrijgesteld van de huisarts, want de huisarts valt niet onder het eigen risico. Maar die hebben wel medicijnen nodig. En als je een spierziekte hebt en je hebt, wat heeft mevrouw? Hoofdpijn, clusterhoofdpijnen. Ik gun het niemand. Nee, ik heb ze gelukkig zelf niet, maar ik ken mensen die dat hebben. Ja, dan kan je echt niet zonder je medicijnen. En dan ik kan mevrouw niet antwoorden van de macrobudgetten, er is geen geld voor. Mevrouw heeft dan medicijnen nodig. Ze moet medicijnen hebben tegen de hoofdpijn en ze moet medicijnen hebben tegen de spierziekte. Ze heeft €40 per week, is blij dat ze weer een woning heeft. Wat is nou het antwoord gewoon van mens tot mens naar die vrouw? Hoe helpen we haar? Ik wil die mevrouw gewoon helpen. Dat zou je ook moeten willen. Zeker. Overigens, gegeven in Nederland het niveau van het sociaal minimum en waar dat ligt is €40 per week, maar dan zouden we helemaal de mevrouw samen moeten bellen en in haar huishoudportemonnee duiken, is heel weinig, €40 per week. Zou dat ontstaan zijn door bijvoorbeeld problematische schulden, want veel mensen met een laag inkomen komen natuurlijk in problematische schulden terecht. Daar werd Tamara van Ark met het hele kabinet aan om daar veel sneller mensen uit die ellende te helpen, dan is het ook weer zo geregeld dat je nooit onder 95% van de bijstandsnorm kunt zakken. Dus ik vind die €40 per week wel heel laag. Dus ik hoop dat deze mevrouw gebruik maakt van alle voorzieningen die er zijn. Als de heer Wilders tegen mij zegt, kun jij hier nu toezeggen het eigen risico weg te halen? Nee, dat kan ik niet. Dat is nu niet voorzien. Ik zou bijna geneigd zijn om met z'n tweede mevrouw maar te bellen en eens even iemand van de sociale dienst mee te laten luisteren of zij wel gebruik maakt van alle mogelijkheden. Het specifiek nu weghalen van de zorgtoeslag is onmogelijk. Nou, heer Wilders. Van het eigen risico is onmogelijk. Ja. Mevrouw de voorzitter, dit is natuurlijk, ik ga graag met de minister-president die mevrouw bellen hoor, ik neem die handschoen graag op, maar deze mevrouw is natuurlijk geen uitzondering. Deze mevrouw is niet de enige mevrouw die in die problemen komt. Er zijn mensen, vaak ook met chronische ziekte of die net buiten de boot vallen, die wel dit soort kosten maken. Dus ik had gehoopt dat u wel met mij mee zou gaan om dat eigen risico af te schaffen. Om dan nogmaals een keer niet in macrotermen te denken, maar gewoon mensen die het moeilijk hebben, die ziek zijn en die gewoon zorg gaan mijden. En soms kunnen mensen geen zorg mijden. Ja, u wil dat niet doen. Ik vind dat jammer. Maar inderdaad, misschien helpt het. Misschien moeten we een keer, meneer de minister-president, naar zo'n vrouw toe gaan. Kijken wat er aan de hand is. En dan misschien dat helpt ook voor het besef, wie van ons ook gelijk heeft, dat dit niet kan. En dan zou ik, nou goed, ik vind het, als we het doen dan zonder pers, anders wordt het helemaal, wordt het zo'n show, niet dat u dat suggereert hoor. Ik zit even te denken dat we niet met drie camera's naar naartoe gaan. Maar stel dat we zo'n gesprek hebben. Nee, dat is niet een suggestie hoor. Ja. Ik zit meer hard op te denken dat niet, ik ben ooit in 2011 zijn Emiel Roemer en ik in de sociale werkvoorziening op pad geweest. Dat werd een enorme mediashow, dus dat moeten we niet doen. Maar even heel specifiek, dan zou ik ook geïnteresseerd zijn om te kijken, het sociaal minimum, hoe zit dat met haar bijstandssituatie als ze daar onderdeel van uitmaakt? Is er een schuldenprobleem waarbij ze niet gebruik maakt van mogelijkheden? En we hebben zo'n bijzondere bijstand bij de gemeente. Dus ik kan hier niet zomaar zeggen, we schaffen het eigen risico af, dat is een miljardenoperatie. Dat soort, ja. Maar in de optelsom zou je moeten kijken wat er dan verder in haar inkomen gebeurt, waardoor zij zo ontzettend laag uitkomt iedere week op €40. Dat is wel heel weinig. Mevrouw de voorzitter, over het eigen risico worden we het niet eens. De PVV maakt gewoon andere keuzes. Wij vinden wel dat je het eigen risico moet afschaffen en dan moet je er iets anders maar voor laten. Dan moet je er een andere uitgave voor schrappen. Dat geld is er. Dat is het maken van een politieke keuze. Ik vind het jammer dat de premier die niet maakt. Wij als PVV maken die wel. Maar inderdaad, laten we daar naar die mevrouw toe gaan. Ook niet ingewikkelde verhalen houden. Dat hoeft voor mij
nog geen lokale journalist bij te zijn. We hoeven ook niet na afloop te vertellen wat er is gebeurd. Ja. Maar dat we in ieder geval laten zien dat we dit onacceptabel vinden. Goed idee. En dan op die manier gaan we doen. Ja. De heer Wilders. Nou ja, voorzitter, ik zat ook bij dat debat en ik herinner me ook een ander deel van het debat. En de minister heeft natuurlijk gelijk, de minister-president, dat het voor een groot deel ook terecht over corona gaat. Maar ja, het zijn wel de algemene politieke beschouwingen. Het gaat over de algemene staat van Nederland. En u heeft nu een 10 minuten ongeveer een inleiding gehad. Maar ik zou het ook graag willen hebben over wat 10 jaar Rutte nu voor Nederland heeft betekend. En u heeft daar, meneer de minister-president, in 10 jaar tijd een gigantische puinhoop van gemaakt. En ik snap dat u daar niet over wil beginnen, maar dat moet die Nederlander wel horen. U heeft, als het gaat om geld, mensen geld in een portemonnee beloofd. Ze wachten er nog steeds op, die 1000 euro. U heeft beloofd de immigratie te beperken. De grenzen staan wagenwijd open. Er komen iedere dag weer nieuwe immigranten binnen. U heeft beloofd om een Nederlands belang voorop te stellen. U heeft alleen maar geld uitgedeeld aan Europese landen. En tenslotte, u heeft beloofd Nederland veiliger te maken. Nou, Nederland is onveiliger dan ooit. Je kan niet 's avonds of in sommige wijken meer rondlopen zonder niet te worden overvallen. U heeft van Nederland in 10 jaar tijd een puinhoop gemaakt. En waarom zegt u daar niks over? Waarom vlucht u in het op zich natuurlijk belangrijke thema corona? En heeft u het niet over de algemene staat van het land waar Rutte 10 jaar lang een puinhoop van heeft gemaakt? De minister-president. Oké. Dat het spel is op te wagen. 10 jaar geleden, voorzitter, toen ik de eer had op een maand na om het te mogen overnemen en ik Geert Wilders aan mijn zijde wist als gedoogpartner in het eerste kabinet, stond Nederland er heel slecht voor. Dat was niet de schuld van het kabinet wat wij afwisselden. Dat had te maken met de grote economische crisis waar de wereld zich op dat moment in bevond. En waar ook het laatste kabinet Balkenende heeft geprobeerd gewetensvol een antwoord op te formuleren. De verkiezingsuitslag was wat die was. En we hebben gedurende die 10 jaar ontzettend hard gewerkt om ervoor te zorgen dat zowel economisch als ook maatschappelijk, en dat heeft te maken met alle vraagstukken van hoe blijft Nederland Nederland, vraagstukken rondom migratie, vraagstukken rondom dat onze vrije democratische waarden hier in Nederland, dat die niet vanzelfsprekend zijn, dat die moeten worden verdedigd. Maar ook het vraagstuk van hoe houden wij onze samenleving bij elkaar. Een samenleving waarin mensen omzien naar de ander, waarin er een bezielend verband is. En er is vreselijk hard gewerkt om het land veilig te houden. En dat heeft ook te maken met onze positie in de wereld, dat wij niet een eiland zijn. We hebben hard gewerkt in die afgelopen jaren aan de positie van Nederland in die wereld, ingebed in sterke internationale structuren, wat voor een rijk, klein land cruciaal is. Je kunt het niet alleen. En ik ga niet zeggen, voorzitter, dat alles perfect is. Zelfs niet voor corona. Dus ik ga je niet wijzen op de historisch lage werkloosheidscijfers, de historisch hoge werkgelegenheidscijfers. En ik ga zeker niet wijzen op de hoge economische groei die vergelijkt met andere Europese landen en alle andere dingen die wel gelukt zijn. Want er zijn ook zeker dingen niet gelukt, dat is absoluut waar. Maar ik zou toch menen dat met enige mildheid gekeken kan worden naar wat, en de heer Wilders heeft er zelf de eerste paar jaar een bijdrage aan geleverd, en ook de kabinetten daarna met de Partij van de Arbeid en veel steun uit de Kamer en nu deze coalitie van 4 partijen voor elkaar hebben gebracht. De heer Wilders. Nou, voorzitter, alles behalve mildheid. Waarom vraagt u steeds om mildheid of voor uw eigen collega Grapperhaus vraagt u om mildheid en genade? Nu vraagt u over uzelf om mildheid. U heeft er gewoon een puinhoop van gemaakt. Nogmaals, laten we kort dat rijtje even aflopen. Die 1000 euro van de Nederlanders, ze hebben niets gekregen. Volgend jaar een klein plusje en als je de lokale lasten erbij rekent, een dikke min. En u geeft miljarden aan de Italianen, aan de Fransen, aan de Duitsers en die Nederlander, die zit nog steeds, als je gepensioneerd bent, wordt je pensioen gekort. Wat denkt u dat die pensionado's ervan vinden in Nederland? Dat u het wel in het buitenland geeft en hun laat bloeden? Kijken we naar immigratie. U heeft, dat was uw slogan in de VVD-verkiezingsprogramma zelfs, strenger voor immigratie. Er zijn nog 750.000 niet-westerse allochtonen bij een stad als Amsterdam bijgekomen. U zou het Nederlands belang voorop zetten. U bent een eurofiel geworden. U bent een eurofiel geworden. U doet alleen maar wat mevrouw Merkel zegt. En tenslotte, voorzitter, als het gaat om die veiligheid. Ja, ik heb het gisteren al gezegd. U praat met Black Lives Matter, u praat met Kick-Out Zwarte Piet. En die moeder van die dochter die iedere dag voor kankerhoor wordt uitgescholden door die Marokkanen, wiens zoon de schoenen moet kussen van dat tuig
die Marokkanen, die mensen het leven onzeker maakt, die laat u totaal in de steek. En u heeft dus niets gepresteerd op die belangrijke terreinen. U bent de minister-president van de misleiding in een corrupt land. En daar komen we misschien nog later over te spreken, voorzitter. Maar kijk, de opening van, u lachte mij misschien gisteren uit, de opening van een ochtendkrant in chocoladeletters: corruptie lek schokt politie. En dan heb ik het gisteren niet eens over de politie gehad. Nederland is er met u, meneer de minister-president, in 10 jaar tijd zwaar op achteruit gegaan. En daar bent u de eerste verantwoordelijke voor. Ja, voorzitter, ons land heeft in de afgelopen 10 jaar natuurlijk grote vraagstukken het hoofd moeten bieden. We zijn geconfronteerd natuurlijk in de beginfase van die 10 jaar waarin ik premier mocht zijn, met de eerste kabinetten, met de naweeën van een hele grote economische crisis. Die hebben geleid tot diep ingrijpende maatregelen en hervormingen die noodzakelijk waren, maar ons uiteindelijk ook hebben gebracht tot zeer hoge economische groeicijfers en hoge werkgelegenheidscijfers. We zijn geconfronteerd met verschrikkelijke gebeurtenissen, zoals de verschrikkelijke gebeurtenissen met MH17. 298 mensen omgekomen, waarvan 196 Nederlanders. En dat is een vraagstuk wat mij en heel veel mensen nog steeds iedere dag bezighoudt. En waar we aan werken om dat tot een zo goed mogelijk einde van de nabestaanden te brengen. We kunnen niet hun geliefden terugbrengen, maar wel proberen alles aan te doen dat er gerechtigheid komt. We worden nu geconfronteerd met de coronacrisis, waar we als land gezamenlijk met 17 miljoen mensen het hoofd aan bieden. En wat ik bijzonder vind aan Nederland is dat een beetje het beeld van de Rotterdamse haven na de Tweede Wereldoorlog. Die was in een paar jaar tijd weer operationeel, die werkte weer. Maar wel scheldend en vloekend. Maar het is wel gelukt en dat is ook Nederland. We hebben weinig respect voor hiërarchie, we zijn praktisch. Mark Rutte is gewoon Mark, Geert Wilders is Geert en zo hoort het ook. Maar tegelijkertijd, als het nodig is, dan staan we er schouder aan schouder. Blijven we nog steeds kritisch, zo hoort dat ook. Dat is democratie. We staan wel schouder aan schouder, proberen we dingen op te lossen. Ik heb dat in de afgelopen half jaar meer dan ooit in die 10 jaar ervaren. En ik ben blij dat we de appel voor de dorst hebben opgebouwd in de jaren daarvoor, om de crisis nu ook het hoofd te kunnen bieden. Want er waren er ook die zeiden, besteed meer in de jaren daarvoor, maar dan hadden we niet de appel voor de dorst gehad die het nu zo hard nodig is om nu al die kosten te kunnen maken om zoveel mogelijk banen via bedrijven overeind te houden. En bij de overheid ook. Dus daar ben ik blij om. Nee, niet alles is goed gegaan. Er zijn absoluut dingen ook niet goed gegaan. Als ik kijk naar het vluchtelingenvraagstuk, dan zie je dat het in Europa nog niet gelukt is dat er een gemeenschappelijke aanpak te komen. En dat zou je wel willen. Waardoor Nederland als rijk land nog steeds aantrekkelijk is voor mensen die binnen Europa doorreizen. Omdat het aan de buitengrenzen niet goed gaat. Wat wel gelukt is, is een afspraak maken met de Turken toen de grote groep Syrische vluchtelingen hier in 2015 en 2016 naartoe kwam. En men vooral koos voor Zweden, Nederland en in de eerste plaats voor Duitsland. Dus er zijn ook dingen wel gelukt. Maar ook dingen niet gelukt, zeker. Maar al met al meen ik dat we met z'n allen, als niet mijn verdiensten, ook van Geert Wilders, van de Kamer, oppositie, coalitie, maar vooral van 17 miljoen Nederlanders, dat we met elkaar toch trots mogen zijn op een heel bijzonder sterk land, een trots land, met vrijheid van meningsuiting, een land waarin je mag houden van wie je wilt, met wie je trouwt, met wie je wilt, waarin we de waarden gezamenlijk verdedigen. Al die zaken maken wie we zijn. En dat Geert Wilders dit zo met mij kan bespreken, dat is een verworvenheid. Dat is onze democratie. De heer Wilders. Mevrouw de voorzitter, we hebben een prachtig land. En we hebben geweldige mensen. We hebben alleen een vreselijke premier. We hebben een premier die er in 10 jaar tijd zijn beloftes niet is nagekomen. We hebben, en ik mag toch alsjeblieft na 10 jaar tijd, mag ik toch als leider van de grootste oppositiepartij, mag ik toch de premier afrekenen op wat hij heeft beloofd en hoe hij Nederland in die 10 jaar heeft achtergelaten. En Nederland is een onherkenbaar land geworden. Je kan niet hier de stad inlopen in Den Haag of je struikelt over de hoofddoekjes. Dit is Schilderswijk, Kanaleneiland. We hebben problemen in onze wijken die u niet aanpakt. Ondertussen haalt hij er nog meer binnen vanuit Moria en andere delen van het land. U heeft Nederlanders die grote geldproblemen hebben. Miljoenen mensen met een pensioen die bang zijn of weten dat ze worden gekort. Ondertussen geeft u geld aan Italië en aan Spanje. U doet niet wat u heeft beloofd. U zou de grenzen sluiten, althans de immigratie beperken. Mensen zouden het in de koopkracht merken. U zou Nederland veiliger maken. Dat zou u allemaal doen. En u heeft het niet gedaan. En kom nou, hou nou op met die goedkope algemeenheden van dit is een mooi land en we doen het met elkaar. U moet er wat op afgerekend dat u 10 jaar lang heeft gefaald. En de mensen gaan kiezen, mevrouw de voorzitter. De mensen gaan stemmen. Volgend jaar maart.
En u moet eerlijk verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat u de mensen heeft misleid. Dat u ze voor de gek heeft gehouden. Dat u van Nederland in 10 jaar tijd geen mooier land heeft gemaakt, maar een land heeft gemaakt waar mensen moeilijker kunnen rondkomen, waar ze hun eigen straat, hun eigen cultuur niet meer herkennen, waar u Zwarte Piet voor de tram heeft gegooid, waar u de islam binnen heeft gehaald, waar u de ouderen pakt en de Italianen spekt. Nou, dat is niet het Nederland van de PVV en mensen hebben volgend jaar de kans om af te rekenen met 10 jaar puinhopen van Rutte. Voorzitter, wat ik mij heb voorgenomen toen ik de eer kreeg in 2010 om deze functie te mogen vervullen, met dat kabinet en ook de kabinetten daarna, en dat is echt een rode draad, is in een crisis alle noodzakelijke maatregelen nemen om er uiteindelijk sterker uit te komen. Ik meen dat we, en dat is echt niet mijn verdienste, maar dat we er met z'n allen in geslaagd zijn om dit land, overheidsfinanciën, banen, koopkracht, pensioenen, aanpak van de klimaatproblemen, al die vraagstukken grote stappen vooruit te zetten. Waardoor wij nu in alle staatjes in de wereld, als het gaat om hoe gelukkig zijn we, onze innovatiekracht, onze concurrentiepositie, het aantal banen wat we hier hebben, ons groeivermogen, echt hoog in al die lijstjes staan. Heel veel landen in de wereld bewonderend naar Nederland kijken. Niet door mij, niet door de heer Wilders, maar door 70 miljoen Nederlanders. Ik was er trots op in die fase meeleiding te mogen geven aan dat proces. En er hoort ook bij verantwoordelijkheid nemen. En dat betekent ook in moeilijke omstandigheden niet weglopen, maar blijven zitten. Verantwoordelijkheid blijven voortzetten. En ik was er trots op dat de kiezer mij die gelegenheid ook heeft geboden in die afgelopen 10 jaar. Ja, voorzitter, je hebt wel een Calimero nodig om een peuterspeelbak te herkennen. En dit is echt Calimero. Die was maar even teruggaan naar 2012. We zaten in wat achteraf bleek de zwaarste recessie te zijn sinds de Tweede Wereldoorlog. We hadden 7 weken onderhandeld. We waren er helemaal uit. Op donderdagavond lag er een totaal sluitend verhaal. We waren uitonderhandeld, het was over. We hadden zelfs wat geld over. En toen zei de heer Wilders, ik wil eigenlijk nog iets voor de AOW en zelfs dat kon. We hadden het zo goed gedaan dat er iets ruimte was om nog wat extra te investeren in de mensen met alleen een AOW. En op zaterdagochtend wordt duidelijk dat de heer Wilders niet verder wil. En hij stort Nederland midden in een zeer zware crisis, in een verkiezingscampagne van 4 maanden en vervolgens ook nog een formatie. En daarmee heeft het 6 maanden langer geduurd dan nodig was om het noodzakelijke herstel weer in te zetten. En dat heb ik de heer Wilders sindsdien altijd verweten. Ik vond dat hij als grote partij in 2010 de kans moest hebben om toegang te krijgen tot de macht. Dat vind ik een democratisch recht van een grote partij. Maar hij heeft daar laten zien dat hij niet bereid is onder moeilijke omstandigheden verantwoordelijkheid te nemen. En voorzitter, dat is wel de kern van de politiek. We zitten hier niet alleen om weer de volgende verkiezingen te winnen. We zitten hier in de eerste plaats om het land te besturen. En dat betekent in moeilijke tijden, moeilijke besluiten voor je rekening nemen. En dat is mij duidelijk geworden, wil de heer Wilders niet doen. En dat is voor mij de belangrijkste reden om niet meer met hem te willen werken. De heer Rutte. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik denk dat wij Nederland hebben behoed voor veel meer ellende door te doen wat we hebben gedaan. Want wat lag er voor in het katshuis? En de Rutte weet, en hij kent me ook goed genoeg, dat wij die onderhandelingen in zijn gegaan om ze te laten lukken. Dat was de bedoeling. We zijn niet 6, 7 weken bij elkaar aan tafel gaan zitten met de voorbedachte raden om iets te laten mislukken. Maar toen wij zagen, mevrouw Agema en ik als onderhandelaars namens de PVV, wat er een verschrikkelijk bezuinigingspakket zou komen. Waarop de ouderenzorg, waarop de pensioenen, waarop de belastingen van frisdrank tot BTW gigantisch werd gesnoeid in het ergste moment van de crisis. Die ING heeft, wat is het, 1 jaar geleden een rapport laten zien, meneer Rutte. Als de heer Rutte is uitgepraat, mevrouw de voorzitter, misschien is het beleefd om te antwoorden als ik op hem reageer. De ING heeft een rapport laten zien waaruit bleek dat doordat u heeft ingegrepen, toch met andere partijen, met het Kunduz-akkoord later, in het zwaarste van de crisis, dat Nederland daarmee miljarden heeft verloren aan economische groei. Dat Nederland daarmee werklozen erbij heeft gekregen. Dat Nederland daarmee koopkracht heeft ingeleverd. Wat u heeft gedaan, dat was onverantwoord. En wij zouden de knip voor de neus niet waard zijn geweest als wij in de moeilijkste periode van de crisis opnieuw blind voor 15 miljard botte bezuinigingen zouden hebben getekend. Dat hebben we niet gedaan, dat zullen we nooit doen en wij zijn daar trots op. Voorzitter, De heer Rutte. Na 7 weken onderhandelen in het katshuis waren wij eruit. Het kan niet zo zijn dat de heer Wilders na 7 weken onderhandelen eens tot de conclusie kwam. Wat heb ik nou 7 weken lang gedaan? Maar nou even naar de toekomst kijken, voorzitter. Wat hij eigenlijk schetst hier is dat Italië en Frankrijk het goede beleid voeren. Want die hebben in al die jaren toen het nodig was ook veel te weinig gedaan
waardoor op dit moment de Italiaanse economie erin is waarin de jeugdwerkloosheid boven de 40% is gestegen en de staatsschuld tot boven de 140%. Frankrijk een tekort heeft tot de begroting die volstrekt niet meer te handhaven is de komende jaren en een staatsschuld die tot boven de 100% aan het oplopen is. Dat is het recept waar blijkbaar na 7 weken verstandig beleid uit te onderhandelen met CDA en VVD, waar plotseling all of a sudden de PVV van zei in 2012, ach eigenlijk moeten we dat beleid voeren. Wat wij de komende jaren nodig hebben is een beleid wat op verder gaat om dit land te herstellen van de crisis. De werkloosheid verder te laten dalen en ervoor te zorgen dat inderdaad mensen in Nederland te werken en in Nederland er ook op vooruit gaan. En dat kan nu dankzij het beleid dat in de afgelopen jaren is gevoerd. Maar de heer Wilders wilde daar geen verantwoordelijkheid voor nemen, want hij wist dat het moeilijk zou zijn naar zijn kiezers. Laat hij eerlijk zijn. Hij koos voor partijbelang boven landsbelang. En een regeringspartij kiest altijd voor landsbelang boven partijbelang, meneer Wilders. Dat is politiek leiderschap en u heeft die test gefaald. Zo simpel is het. Ja. Voorzitter, de PVV is juist de partij die in het katshuis heeft gekozen voor het landsbelang. Juist de partij die niet in de crisis de mensen opnieuw in hun pensioenen, in hun zorg en hun belastingen heeft gepakt. Wat u toen deed, gaat u dadelijk weer doen met uw vriendjes van GroenLinks. En ook daar zullen wij ons iedere dag tegen verzetten. En wat je wel kan doen als je geld nodig hebt, ook daar hebben wij toen voor gepleit. Maar ik ga tot op de dag van vandaag niet lekker uit die onderhandelingen, want in tegenstelling tot de Buma zit ik zo niet in elkaar. Wij hadden gepleit voor miljarden extra bezuinigen op ontwikkelingshulp. Dat had niemand geschaad. Dat had geen gepensioneerde geschaad. Dat had de Nederlandse economie niet geschaad. Maar daar mocht niet over gesproken worden. U koos de kant van het CDA toen dat niet mocht. Dus kom mij niet aan met het partijbelang. U koos voor het partijbelang. Wij kiezen voor het landsbelang.